Dit is de realiteit aan het worden in heel veel straten in Nederland. Afgeplakte etalages, panden die te huur staan, omdat honderdduizenden banen op het spel staan. Heel Nederland dreigt failliet te gaan door de ongelooflijk ingrijpende maatregelen die Rutte en de Jonge nu hebben afgekondigd. En dat allemaal om een virus onder controle te krijgen, zoals ze dat zeggen, dat niet een grotere mortaliteit heeft, dus niet dodelijker is dan de griep. De afgelopen jaren gingen er elk jaar duizenden mensen dood aan de griep. In 2018 nog meer dan 10.000. En dit jaar gingen maar een paar honderd mensen dood aan de griep, terwijl er enkele duizenden dood gingen aan of met corona. Er is ook op dit moment geen reden om te denken dat 2020 heel veel oversterfte zal hebben ten opzichte van eerdere jaren. Het is een relatief normaal jaar en dat betekent dus dat we in een totaal overdreven reactie zitten. Als je onder de 70 bent en je bent normaal gezond, heb je een kleinere kans om aan corona dood te gaan dan aan een auto-ongeluk. En dat zijn we totaal vergeten in deze blinde paniek. We zijn nu 17 miljoen mensen aan het opsluiten. Het sociale leven gaat stuk. De horeca, studenten, scholieren. Iedereen heeft er last van. Ondernemers, MKB'ers, ZZP'ers. En daar moeten we mee stoppen. Daarom ben ik een petitie gestart. Tekenvoorvrijheid.nl. Of je nou links bent of rechts, of je voor de Europese Unie bent of tegen, klimaatverandering, immigratie, al dat soort maatschappelijke thema's. We moeten ze even aan de kant schuiven, we moeten ons nu verenigen. Iedereen moet in beweging komen om onze gemeenschappelijke vrijheid, die van ons allemaal is, te verdedigen. Ga naar tekenvoorvrijheid.nl en stop de lockdown.